Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Thalisa, voor degenen die mij nog niet kennen, voor degenen die mij wel kennen. Hey! 1, 2, 3, fuck it! Welkom, ik heb vandaag voor jullie een shoplog, namelijk interieur shopping. Interieur shopping, interieur spullen bedoel ik, van Casa en van Floralux. Dus ik ga jullie die allemaal laten zien. Oké, ik ga beginnen met Floralux, want daar heb ik niet heel veel mee gebracht. Maar ik heb daar deze kussens mee gebracht, twee dezelfde, voor in de zetel. Zwarte pomponnen, zwarte strepen, ruiten, zo'n beetje asymmetrisch. En ook nog dit kussen heb ik ook nog meegebracht van Floralux. Ook zwart met wit, zo geruitachtig. Dus die zijn voor op de zetel of voor in de stoel, ik weet het nog niet juist. Maar die vond ik heel mooi om bij de rest gewoon te passen en dat is ook kei mooi blenden. Dan gaan we over naar Casa. Bij de Casa heb ik ook kussens meegebracht. Namelijk deze twee vloeren ribkussens in zo'n licht bruin. Omdat onze zetel is redelijk cool. Die is zwart-wit. En dat is het eigenlijk, zwart-wit. Nu heb ik dat kussen daar bijgelegd gisteren. Om te kijken als ik een beetje van die warme tinten erbij doe. Of dat beter is, want over het huis hebben we veel zwart, wit en ook veel hout. En dit is wel zo'n beetje in de stijl van het hout. Dus dan komt dat in de zetel ook een beetje terug. En dan hebben we toch zo wat die warmte in de zetel. En dan heb ik ook zo een lang nog genomen. Kostte trouwens niet veel, €8,95 en die grote €9,95. Dus dat is wel echt cheap voor een kussen. Die van de Floralux waren wel €16,95. Dat is wel iets duurder. Dan heb ik nog twee buitenkussens meegenomen in het zwart. Maar ze komen wel een beetje donkerblauw over. Dus misschien is dat ook eerder donkerblauw. En hier staat toch zwart. Ja, zwart. Alleszins, ik denk niet dat dat hard gaat opvallen. Dat een beetje donkerblauw lijkt. Maar die wil ik voor buiten in onze lounge set. Want al onze kussens waren helemaal beschimmeld. Ik had geen speciale buitenkussens genomen voor... Allee, niet de kussens van de lounge set zelf waren niet beschimmeld. Maar de sierkussens voor erin. En ik had gewoon eigenlijk kussens van de Action en zo daarin staan. En ja, die waren beschimmeld. Die zaten buiten in een box. Maar dat is toch vocht aangekomen en die waren helemaal beschimmeld. Dus ik heb deze twee meegebracht. Dat past ook wel perfect, want de zetel is zwart. En dan heb je grijze zetelkussens en dan zo'n zwarte kussens erin. Ik denk wel dat dat tof gaat zijn. Dan, even pakken. Ik heb echt wel veel mee. Oh, ik heb een haar in mijn mond, hè. Veel meegenomen van de Casa. Ik denk dat het weg is. Ja, oké. Als eerste heb ik zomerse serviettjes meegenomen. Met een palmboom. Dat zijn zo iets kleinere serviettjes. Vond ik wel super mooi. Want ik wil altijd zo ook mijn serviettjes aanpassen met het thema. Dus ja. Voor de zomer kan ik dan deze op de tafel leggen als er hopelijk tegen dans mensen mogen komen eten. Anders is het voor mij en Niels. En bij Pasen ga ik samen met Niels een paasbrunch doen. Samen met Niels. Ik ga waarschijnlijk alles voorzien en Niels de broodjes. Maar wou ik een paasbrunch doen, dus heb ik paasserviettjes meegebracht. Dat is schattig. En ik heb trouwens nog best veel paasdingetjes meegenomen. Zoals deze rietjes met oortjes. En deze prikkertjes ook met oortjes.
als we tegen dan met 4 binnen zouden mogen, dan wil ik graag Niels zijn mama en stiefpapa ook uitnodigen voor een paasbrunch. Maar ik vrees ervoor, dus het zal alleen met Niels worden. Maar ja, dat kunnen we ook gezellig maken. Dan heb ik dit vaasje gekocht. Vond ik super mooi. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Maar ik denk eerder dat ik dit in de zomer buiten ga zetten op het terrastafeltje. Zo het salontafeltje van het terras. En dan heb ik ook nog een grotere vorm. Nu niet als dat dit is. Nee. Nee, nee. Dit is nog iets anders. Dit zijn 2 glazen om uit te drinken. Ik heb zo een karaf al van, die is wel niet van Casa, denk ik. Ik denk dat die van Maison du Monde is, maar die heeft hetzelfde, echt knal hetzelfde. En ik dacht, oh, hoe leuk om dan zo 2 waterglazen daarbij te hebben als Niels en ik in de zomer zo buiten zitten, die karaf met water gevuld en ijsblokjes of zo en dan die 2 glazen. Sorry trouwens dat het licht echt verspringt, maar buiten is of donker of de zon. Het is heel wisselend weer. En je kunt dit er dus vanaf halen, wat heel goed is natuurlijk voor in het afwasmachine, want dat mag niet mee in het afwasmachine. Maar ook die vind ik echt super leuk. Eens kijken wat hebben we nog. Ik heb hier spatels voor mij liggen. Deze. En jullie zullen denken, huh, spatels. Maar ik wil daar iets mee doen. Ik heb wel redelijk wat spatels. Maar dat is iets wat je altijd wel nog kunt gebruiken. Muffin. Waar is het, Muffin? Maar ik zal laten zien wat ik ermee wil doen. Ik denk dat dit daarvoor dient. Ah, nee. Nee, dit dient er niet voor. Maar dit is zo'n groot zwart vaasje. Dus we hebben een klein en een groot. Dit is iets meer afgerond, dit wat rechter. En dat gaat wel super mooi zijn op ons terras in de zomer. Oké, ik vind nog niet het ding voor de spatels. Dus ik ga gewoon verder met wat ik tegenkom. Deze had ik bij Niels zijn mama gezien. Die had die denk ik van de Floralux, maar die had die zo in een vaas. En ik vond dat super mooi. Dus ik heb ook zo'n droog buketje meegebracht. Oh. Ah, dit is denk ik voor de spatels. Ja. Dus op het aanrecht wil ik heel graag deze karaf zetten. Zo aan het kookgedeelte. En dan wil ik daar zo spatels in doen. Dus ik wil dat zo ergens mooi zetten. Heb je zo die textuur van dat hout en die karaf. En dat vond ik wel heel mooi en een leuk idee. Ik weet niet, jullie denken misschien, oké, maar ik vond het wel leuk. Dan heb ik dit konijn meegebracht voor met Pasen. Hier wil ik dan, als we een paasontbijtje of brunch doen met ons 2, misschien wat schaaltjes nog opzetten met charcuterietjes of zo'n dingen. Of hardgekookte eitjes opleggen. Dus dat is voor dat. Dan, allemaal zo in papier gewikkeld. Oh ja, deze. Een heel licht geel, echt super super licht pastelgeel eierdopje. En dat is een konijntje. Zo heb ik er ook 2 naar mij gezien. Ik denk dat dit de 2e is. Ja. Dus ze hadden die ook in het muntgroen en in het babyroze. Maar ik ben voor zo heel licht geel gegaan. Omdat ik ook vind dat dat heel mooi past bij onze houten tafel. Zo van die lichte kleurtjes. Dus dat is ook voor ons paasbrunch. En dan kunnen we hier ons eitje uit eten. Dan heb ik nog 2 kommetjes in dezelfde babygele kleur. Ik ga er 1 laten zien, maar ik heb er zo 2 voor granola of zo uit te eten. Of soep of zo. In deze tijden is dat heel mooi. Past dat heel mooi. En het is ook niet dat ik dit ga gebruiken nu enkel voor Pasen alleen.
Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga dit echt wel gebruiken van nu tot en met iets na Pasen of zo. Dat is niet dat ik dat één keertje maar gebruik. Dan heb ik ook hetzelfde als de kommetjes en alles. Mokken. Zo heb ik er ook twee meegenomen. Dus dit is een koffie- of theemok. En die zijn zo lekker groot. Dat vind ik wel fijn, want ik heb altijd graag een grote theetas. Oké, dan ook nog voor op de paastafel heb ik deze drie kaarsen. Ik ga die even hierin zetten, dan zien jullie het misschien beter. Oh, oeps. Dat valt allemaal. Paniek. Oké, zo. Ik weet niet of jullie het goed zien. Dat zijn zo paaseieren. Super schattig met spikkels in grijs met wit en wit met grijs. En dat is zelfs nog leuk op dit schaaltje eventueel als je hier nog iets legt. Cute! En last but not least heb ik nog twee handzepen meegebracht. Dit is echt de favoriet van Niels en van mij. Dat is de Escape Black Oud. Oud. O-U-D-H. Dus Oud. Denk ik. Maar het is echt, oh, die geur is zo lekker. En ik heb die al twee keer opnieuw besteld. En nu nog eens voor een derde keer. Die zetten we hieronder in de keuken. En dan in de badkamer is onze handzeep ook op. En daar heb ik voor meegebracht de Escape World of Goa. Ook van de Casa. Die hebben echt wel een super lekkere badlijn. Dat wist ik vroeger niet. Ik denk ook niet dat ze het al heel lang hebben. Oh, lekker. Dit ruikt zo jasmijn. Nee, is dat jasmijn? Ja, ik denk dat dat zo jasmijnachtig is. Een beetje vind ik ook wel vergelijkbaar met de geuren van Rituals. Maar die van Rituals kosten dan tonnen meer geld dan deze. Dus ik koop liever deze. En dat is het, denk ik. Dat is alles wat ik... Ah, nee, dat is niet waar. Ik vergeet nog twee grote dingen. Maar dan moet ik jullie even meenemen naar de garage. Oké, ik weet niet of jullie het goed gaan zien met dat roze tonnetje hier. Maar ik zal even naar hier verplaatsen. Ze wegen wel redelijk veel. Dus... Maar ja, dat is bedoeld zodat die niet kunnen omwaaien door de wind. En ik moet die kaartjes er nog afknippen. Maar ik had dus nog deze twee windlichten mee voor buiten. En dan nog twee van die grote kaarsen voor erin. Zodat we in de zomer die ook op het terras kunnen zetten. En dat past echt perfect bij de rest van ons terras. Dus super cute, vond ik echt heel mooi. Oké, dat was mijn interieurshoplog. Zie dat hier nu allemaal liggen. Ga ik allemaal opruimen. Hopelijk vonden jullie het leuk om dit te zien. Dus alles was van Flora Lux en Casa. Dus als jullie alles willen terugvinden. Ik heb het allemaal van in de winkel, niet online. Dus ik denk dat je best zelf in de winkel gaat kijken. Flora Lux ga ik altijd Flora Lux Ham. En Casa ben ik in Shoppingpark Ole geweest. Dus dan weten jullie ook waar ongeveer als jullie echt dezelfde items willen. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer allemaal. Doei!